Ik ben verliefd op Gent. Elke straat, elke gebouw, overal. Ja, de hele Gent. Je hebt altijd mensen om je te helpen. Je zal nooit alleen of eenzaam zijn. Iemand van de stad Gent heeft mij gevraagd om iets te vertellen van Arabisch naar Engels. En ik heb ook gevraagd naar die mensen van de stad Gent om op kamp te gaan. Ze hebben op de volgende dag iets gevonden bij Mülsteden Scouts. Ik kon niet naar kamp gaan in Palestina, we hebben dat niet. Ik heb het gewoon op tv al gezien. En ik wilde altijd zo dingen doen. En ik heb het al hier gedaan. Het was gewoon een droom. Ik ben van het plan om gewoon het verleden achter de rug te laten. En opnieuw focussen over mijn toekomst en mijn leven hier in België. Dat kan, zeker. Ik ben al onderweg.